deze week in Poh. Dit is de Fendt 615 LSA Turbomatic E. Poh wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon en Huisman Gemert. Bouwen in vertrouwen. Deze trekker is een prachtmachine, want hij is sterk. Waar hij zonder eerst stopt, dan gaat de Fendt door. Dit is de Fendt 615 LSA van Tony Drost uit Eck & Wiel. De trekker is gebouwd in 1989, heeft 180 pk en 21.000 draaiuren. De trekker wordt gebruikt op het loonbedrijf voor allerlei werkzaamheden. En vandaag voor balentransport. Hij komt uit 1989 en dat merk je er echt niet aan. Een beer van een trekker. En ook aan het geluid wat erin zit, daar hoor je vanzelf van. Dan gaan je haren van recht overeind staan. Deze trekker die heeft 21.000 uur op de teller en hij werkt nog steeds iedere dag. Hoeveel uur gaat hij halen? Als het aan mij ligt, de 26.000 minimaal. En als het daarna nog even mee kan, minimaal de 40.000. Is een liefhebber van het merk Fendt. Sinds ik zo groot was, groei ik al op met Fendt. En nooit wat anders gehad. En ik zal nooit wat anders willen. En dan vooral liefhebber van de oudere types. Nou, de oudere types van Fendt die zijn natuurlijk een stuk zuiniger als dat de nieuwere types van Fendt zijn. Die motoren die zijn een stuk sterker. En met de uren die deze motoren maken, ja, daar gaan de nieuwe niet tegenop kunnen. Deze trekker is gekend van binnen en van buiten. Je hoeft het maar te zeggen. En we halen hem uit elkaar en de volgende dag staat hij weer in elkaar. Prachtig, het geluid wat eruit komt. Ja, het is gewoon machtig mooi. Je hoeft geen radio hoef je er echt niet in te hebben, want je geniet al puur van het geluid wat eruit komt. Nog steeds? Nog steeds, alle dagen. Dit is voor mij een echte poortrekker. Alleen voor de echte poortfans. Ga naar poortshop.nl.